Bij Ter Lede krijgt Shell de voorkeur boven Snijders. Het eerste gevaar komt van Benny van Noord namens de Vogels. Spelend in het blauw, opvallend. Twee tinten blauw. De wijziging in het elftal van Ter Lede betekent dat Stemers hangend op de vleugel speelt in plaats van op 10. Dit is Ammerlaan. De redding en dan in tweede instantie is het raak via Stemers. Hij maakt al na 3 minuten de 1-0. En dat nadat zijn ploeg nog ontsnapt aan een achterstand. De bezoekers met een kansje voor Kurbegovic. Een van de twee spitsen bij IJsselmeervogels samen met Thomas Verheid. Hier is Verheid. In eerste instantie lukt het niet. De rebound wordt ook weggewerkt. De ploeg van Gert Kruis is al 4 wedstrijden op rij ongeslagen. En schakelde Helmond Sport uit in de beker. Het zoeken steeds naar deze Verheid. Die positioneert zich. Daar komt de voorzet en dan kopt hij raak. En dan is het gelijk. Na 25 minuten. Droge kopbal. Voor de man die eigenlijk zijn ja-woord aan Scheveningen had gegeven. Maar op het laatst besloot om toch zijn heil te zoeken bij de rooien. Nu dus in het blauw. Kurbegovic net niet. Maar de twee lijken elkaar prima aan te voelen. Ter Lede dan met een spaarzame uitbraak. Stemers profiteert niet helemaal. Maar hij is gevaarlijk. Verhuist van de 10 naar de 7 positie dus. Mooi paasje op Kurbegovic. Die wordt niet teruggefloten voor buitenspel. En dan is het heel simpel 1-2. En daarmeer doet IJsselmeervogels recht aan de veldverhoudingen. De Vogels trekken het spel naar zich toe en Van de Ban is kansloos. En zo gaat IJsselmeervogels met een voorsprong de rust in. De Harder. Keert terug in het basisteam bij IJsselmeervogels en hij ziet zijn paas worden ingeschoten door Kurbegovic. Het gaat allemaal heel snel. Maar de Vogels nemen in de 3e minuut na rust al de voorsprong. Die breiden ze uit. Maar hier is Stemers. Brengt de spanning terug. Zijn tweede treffer deze middag. En daarmee verdrievoudigt hij zijn totaalproductie. Onder het lichaam door van doelman Zonneveld. Bij IJsselmeervogels geen basisplaats voor Mark Langeveld. Die begint op de bank. Ploeg gaat wel door, krijgt ruimte met Kurbegovic. En die maakt een officieuze hattrick. Ex-Rijnsburgse boys, ex-ARC. En hij zou bij FC Lisse gaan spelen, maar verkoos toen een avontuur in het buitenland. In Oost-Europa om Champions League te kunnen spelen. Van de Ban wederom geklopt. Thijssen namens Ter Lede. Ook hij zet zichzelf op het scorenformulier. Man met de meeste goals op het hele speelveld. Zijn 4e in totaal. En aan deze kopbal valt weinig meer te keren. En zo gaat het hard. Wat betreft het aantal doelpunten. IJsselmeervogels wil meer. Met Verheid. En ook deze bal zit erin. 5 treffers in een kwartier tijd na rust. Ongekend. En het is niet Verheid die het laatste zetje geeft, maar Kewal namens Ter Lede. De meegereisde supporters van IJsselmeervogels kunnen hun geluk niet op. Zien hier Kurbegovic op jacht naar niet zijn 4e treffer. Maar hij is op dreef. Al heeft hij wel last van zijn lies. En daarmee zal hij uit moeten vallen. Kwartier voor tijd. Nog een keer de blauwe vogels met Mark Langeveld. Ingebracht in de 2e helft. En via Van der Ban treft hij de lat. Andermaal IJsselmeervogels. Op de achterlijn makkelijk combineren, ruimte gelaten. En dan mag zelfs centrumverdediger Mark Rutgers meedelen in de feestvreugde. Een van de 2 verdedigers die uit het buitenland zijn gehaald.
komt van Binh Dinh uit Vietnam. Zijn compaan achterin, Bas van den Brink van Churchill Brothers uit India, is geblesseerd, kan niet meedoen. En dus mag Benny van Noord achterin meespelen. En Verheid maakt toch nog een treffer. Zijn tweede, op aangegeven van Ahaoui. 3-7. 10 doelpunten. Ongekend. Stemers laat na om nog een plaagstootje uit te delen. Maar de frustratie is duidelijk zichtbaar bij de ploeg die als gedeelde hekkensluiter deze speelronde inging met Noordwijk. Slotakkoord voor de Vogels. Verheid mikt over. Maar ze winnen wel met 3-7 op een dag dat een koningskoppel lijkt geboren. Kurbekovic en Verheid. Ja, het is natuurlijk lekker om zo'n speler om je heen te hebben die snel is en technisch. Kijk, wanneer ik word aangespeeld en ik kan hem aan hem meegeven, dan weet je dat het gewoon levensgevaarlijk is. En 9 van 10 keer een doelpunt. Dus ja, het is gewoon lekker voetballen zo. We hebben een van de beste, ik denk dat we de beste elftal uit topklasse hebben. Gezien ook individueel. Alleen ja, het moet nog, we zijn bezig om er echt een team van te bouwen. En dat gaat de goede kant op. Als zij zo doorgaan, ja, dan... Dan verwacht ik dat we hoog eindigen en wie weet meer. Heel snel vergeten en op naar volgende week Rijnsburgse Boys. En dan moeten we met z'n allen gaan staan. Want, en het moet veel, veel beter. Veel, veel beter. We moeten echt erop en erover. We moeten gewoon 100% alles geven. Want het is geen hoofdklasse, het is gewoon topklasse. En dat is 3 tandjes hoger. Het is een andere koek natuurlijk.